morgen, gisteren en een week geleden, kon u in dit programma een gesprek zien met de Rotterdamse modekoning Theo Seithoff, die, zoals inmiddels iedereen zal weten, de boel opdoekt en naar een eiland in de Stille Zuidzee vertrekt. Als een soort afscheidsgebaar deelde Theo laatst truien uit aan verslaafden die de Pauluskerk van dominee Visser bevolken. Via uw nederige programmamaker wil Theo nu ook zijn vroegere wielrenkompaan Willem Koopmans warm aankleden. Willem is bijna altijd op straat, op de Nieuwe Binnenweg en de Westblaak in Rotterdam op zijn skielers of rolschaatsen, zoals sommige mensen zeggen. Op zich al in wereld, thuis, want zijn man staat heel de hele dag op die rolschaatsen, was een sprinter, dat is de elite van de wielrenners. En ik heb in mijn dossier nog foto's. Dan zou, dat kun je niet begrijpen, dat het zo ver met hem. Hij woont nu in mijn gat, in de grond. En dat ben ik nu vergeten bij alle junks. Nog een trui uit te reiken aan Willem, die het zeker koud zal hebben. En ik verzoek jullie dan, als je hem dus op de skiers tegenkomt, alsnog een mooie trui uit te reiken. Hij zit vaak in mijn gedachten, kom ik hem tegen, dan geef ik hem ook wat. Maar niet als bedeling achter iets, want ik ben nog trots toen hij kampioen werd. Maar je wilde, geloof ik, ook zoiets zeggen dat hij heeft ergens een afslag genomen. Als jij of ik die afslag genomen hadden, dan hadden wij nou over de Nieuwe Binnenweg. Wat zou er gevaren zijn in de geest van Willem Koopmans, die eerst wielrenner was, later een autohandel à la Hessing bezat aan de bij Soestaar, grote Amerikanen, en op een dag zich afgezonderd heeft en in dozen en tent is gaan wonen. En mij altijd kleine steentjes geeft, waardoor ik mij beschermd mag weten van maanbewoners of allerlei dingen die ons bedreigen. En als hij zegt dat ik moet naar Italië, daar is nu onrust. Ik zeg, hoe ga je dan? Hij zegt, bij de tunnel rechtsaf. Is hij niet de gelukkigste mens van Nederland dan? Who knows? Willem krijgt een 10 plus van mij. Hij was een verdet, nee, is een verdet. Als je hem tegenkomt, geef hem die trui. Ik ga kijken of we hem kunnen vinden. Okay. Hierna zijn wij op zoek gegaan. En zie daar. Nou, Theo Seithoff vroeg me om jou deze trui te geven. Aardig van Theo Seithoff. Ja. Hartelijk leuk. Dankjewel. En hij zei er nog bij dat hij je bewondert. Ja, nou, ik hem ook, dus dat geeft niet. Nou, hij wordt weer beroepswielrenner in Oostende. Wordt hij weer 20 jaar. En daar mag hij het nog een keertje over doen, want hij was wel een van de beste in de 60 jaar eigenlijk. Nou, dus hier dat doet hij, dat is het enige wat ik over hem weet. Hij is niet in de sprintploeg, maar hij is wel in de sprintploeg erbij. Er is een Hollandse ploeg met Jan Jansen er ook bij, dus Jan Jansen, de Nederlandse kampioen uit de 60 jaar. Maar Theo Seithoff wordt weer 20 jaar? Wordt 20 jaar, ja. Hoe gaat dat dan? Nou, dat gaat vanzelf in Oostende. Hier hebben ze een helling. Die helling is ongeveer, het is 1500 meter lang, maar als je beneden bent, dan rij je tegen de 400 km per uur. En als je dat één keer doet, dus ben je jong. Gewoon. Dus als je boven start, dan hoe je bent, ben je beneden. We zitten tijd als in de 60 jaren. Maar als je over de 200 komt, dan ga je terug. Dus je moet één keer 400 rijden, of één keer 200, dan is het gebeurd. Dat is alleen in Oostende? Dat is de enige baan, die ben ik aan bouwen. Er is een baan in Slagharen, die is ook zo snel. Dus op de Lonsdag kan je ook 400 km rijden. Maar dat heb je nodig om jong te worden. Maar dat kan alleen een bedder af. En ik geef de balans. Dus, maar ik maak het wegdek, dat heb ik daar, dat ben ik alles weg momenteel, dus dat lukt wel. Nou, maar je hebt het zelf nog niet gedaan? Ja, tuurlijk wel. Maar ik kan hier niet jong worden, dus dat doe ik buiten de stad gewoon. Want ik kan niet in de stad, dat mag hier niet. Dat is in een wet, dat mag alleen als we weggaan, dan mag het pas. Dat mag niet? Maar het mag wel, nou, ik ben eigenlijk al 17 jaar. 17? Tuurlijk, ben ik al, tuurlijk wel. Ik ben zenuwachtig, man. Schrijf uit. Maar als we daar, dan is het vies. Dat is alles. Dus je moet boven de 250 km rijden op een fiets. Met eigen kracht wil je je ook verjongen. Maar ja. Ik weet dat Theo zei dat. Dat doe ik, coach hem daar wel. Dus ja. Hij heeft je die trui denk ik ook gegeven, nou, omdat het wel eens koud kan zijn buiten. Nou, het is denk ik biljoenen graden onder nul. We zitten dus op Mars eigenlijk. Biljoenen graden onder nul. De meeste mensen, omdat het ontlopen, die gaan in huis zitten met de kachel aan. Nou, de huis ga je dood. Maar in huis ga je dood? Ja, natuurlijk, alles gaat dood. Het is afgelopen hier. In de piramide van Kitzee hebben ze afgebroken. Dus in de Maas heb je de brug. Hè. Dus je brug, dat waren alle Arabieren, alle Turken, alle Chinezen. Alles wat gekleurd was, die zaten erin. Dus die is afgebroken. Dus je zegt, de mensen uit de 60 jaar, die zaten er ook eigenlijk zelf nog in. Maar die kunnen dan nog wegkomen. Maar het is... Het wordt een heel ander klimaat over enkele weken waarschijnlijk. Dus als ze nog verder gaan, er is helemaal geen grond meer. Ook het water is weg, alles is weg. Dus dat hebben ze. Dus als je naar Maas gaat en je neemt daar een plaatje van, je kan het zien. Dus de hele piramide leg langs de kant. En dat was de piramide van
Atje eigenlijk, maar dat is de piramide van Gizé. Nou, die is afgebroken. Dus het is afgelopen. Dan kunnen we alleen nog weg naar Ostende als Romeinen. De echte Romeinen heb ik al gezien in de stad. Dus de Romeinen staan bij hun citadel. Dus er is nog een piramide. Dat is de piramide langs die brug. En daar staat de Romein. Dus als je die wil afbreken, dan komen de oude Romeinen. Maar die zijn meters groot. Je kan dus eigenlijk terug in de tijd als je wilt. Dat is al dus tijdloos. Maar als ik s'avonds zal lopen, dan mag ik er niet komen. Zie ik het laagste garnizoen van de Romeinen. Dus ik zie de Romeinen lopen. Maar als ze jou zien, ga je mee naar Rome. Ik heb de weg naar Rome heb ik ook ontdekt. Dus die heb ik ontdekt. Maar die ligt daar ook vlakbij. Dus daar moeten we weg. Maar als het nou biljoenen graden onder nul is? Ja, biljoenen. Momenteel miljoenen. Miljoenen, en dat gaat samen met een heel ander getal. Maar dat is een getal dat jullie eigenlijk niet kennen. Maar dan kan het biljoenen graden dus. Dat kan van de ene hoek naar de andere hoek kan dat ook verschillen. Maar dan, het wordt op een gegeven moment wordt het warm. Maar jouw binnenste is de balans gebracht met je buitenste. Die balans hebben ze weggehaald. Dat was de brug. Dus dan krijg je dus vervorming. Dus de mens gaat vervormen over enkele maanden waarschijnlijk. En dat zie je dan, als we nog 1 jaar hier blijven, dan heb je een heel ander gezicht. Dan heb je mensen die weet ik veel zijn, andere mensen voor hem krijgen. Maar hoe overleef je dat nou? Ik overleef het nou. Daar heb ik helemaal geen moeite mee. Maar miljoenen graden onder nul? Ah, dat geeft niet. Maakt niet uit. Maar dat is... Nou, de mens kan er niet tegen. Een mens kan alleen... Ik kan maar beneden leven, want bovenin dit is onleefbaar. Dat kan niet, maar ik ben geen mens, ik ben een beest. Dus, ben je een beest? Ik ben een beest, ja, tuurlijk. Ik ben een tijger. Ja, tuurlijk wel. Hé, ik ga ervoor door. Oké, en bedankt. Dag. Succes. Net niet gehaald. Vlak voor de finish gefaald. Alles verloren of veel bereikt, het is maar hoe je het ver.